Dag Ruben. Leuk dat je hier naartoe bent gekomen vanuit Eindhoven, de designstad van Nederland. Dat is wat ze zeggen, ja. Ja, is dat ook jouw ervaring? Nou ja, ik ga geen propaganda maken voor de stad, want de stad zelf is niet echt hier van het. Maar op het gebied van ontwerp is er wel het een en ander te doen. En je maakt verschillende projecten waar je gelukkig ook vaak een videootje van maakt. Ja, dat klopt. Ik kijk ze met veel plezier. Onder andere From A to B. Waar was in dit geval A en waar was B? Nou, dat was allebei in Kopenhagen. Oké. Okay. Dus, ik heb daar een jaar gewoond en gestudeerd. En het project was eigenlijk een side project. Dus een project wat ik gewoon in mijn vrije tijd deed. En, ik heb een pakketje opgestuurd, cameraatje erin en gevolgd wat er gebeurde. Ja. We gaan kijken. Hoe lang is je onderweg geweest? Nou, deze was volgens mij iets minder dan 24 uur geweest. Oké. Maar je kunt toch niet de camera 24 uur aan laten staan? Nou nee, dat was best wel een probleem, want ik had ik heb hier ook het wat onderdelen die in het doosje zaten. Het doosje zelf leeft helaas niet meer. Maar ik had dus een of ander klein goedkoop cameraatje uit China laten komen. Met een kleine batterij. Dus dit is dit kleine zwarte ding in het cameraatje? Ja, precies. Dus, je ziet ook niet, maar het gaatje zit in het midden van de B. Ja. Ik had mijn naam erop geschreven omdat het gaatje zwart was natuurlijk. Om het gaatje wat meer te verhullen, maar het was een gaatje van 2 bij 2 mm. Dus je zag het gaatje bedoel je? Ja, ja. Dus dat zie je ook bijna niet. Maar even Ja, nou, hij is al stuk. Even de technische kant. Want hoe heb je dat dan gedaan om zo lang te laten draaien? Is hij echt 24 uur aan de gang geweest? Of hoe? Iedere minuut maakt het cameraatje een klein videootje van 3 seconden. Tenzij het pakketje aan het bewegen was, ik had een kleine bewegingssensor in geduwd. Zit die er nog bij? Nou, die zit erin, die zit er ergens in, ja, dat is dit kleine dingetje. Dit is de bewegingssensor gedaan. Het is eigenlijk gewoon een tilt switch, maar... want mijn hypothese was eigenlijk dat zijn eigenlijk de momenten die je wil vastleggen, dat op het moment dat hij beweegt. Dus op het moment dat die bewegingssensor beweging registreert... Dan wordt het interessant. Ja, dan deed hij echt langere stukken. Van 1 of 2 minuten. Waarom wilde je het maken? Nou, ik had dat idee opgepikt tijdens een lecture die we hadden van een leraar. Toen dacht ik, nou, ik moet dat eigenlijk gewoon doen. En toen dacht ik, dat doe ik wel in een weekend. En uiteindelijk heeft het een half jaar geduurd voordat ik alle footage een beetje bij elkaar had. Dus het was... Even naar de footage. Zo zag het er uiteindelijk uit. Ja, precies. Dat was nog waar ik het meeste bang was eigenlijk. Als je niet... weet hoe een bom uitziet, dan kan dit best wel een bom overkomen. Soms zeker te zweten daar natuurlijk afgaan. Ja, precies. Nee, daar was ik wel bang voor dat ik dan een telefoontje zou krijgen of zo van ja, wat is dit nou? Want ik had er wel een briefje bij geduwd van ja, dit is geen bom. Ik had een bom al niet gebruikt. Dit is geen gevaarlijk ding. Maar toen ik de eerste keer je filmpje zag, dacht ik, jezus, wat een geluk zeg, dat die doos niet de hele tijd omgedraaid zit. Ja, nou dat klopt eigenlijk wel. Nee, maar ik heb ook wel behoorlijk wat. Uiteindelijk had ik iets van 72 uur aan videomateriaal. En ik had het geluk dan dat bij deze reis, want het is wel echt allemaal uit één reis genomen. Dus ja. Ik had wel echt heel veel geluk dat hij bij deze reis elke keer goed viel en zo. Ben je nu nog aan het studeren of ben je nu klaar of ben je niet meer bezig? Nee, ik ben nou klaar. Ik ben nou met een vriend bezig om iets op te zetten, een bedrijfje, een ontwerpbedrijfje. En tegelijkertijd werk ik bij een bedrijf in Nijmegen, in het medische gebeuren, dus dat is iets heel anders. Geen posten sorteren? Nee, geen posten sorteren, nee. Dus dat is, daar ben ik momenteel mee bezig. Ja. En over een tijdje ga ik weer terug naar Kopenhagen. Ja? Dus ja. Om naar te wonen. Oké. Okay. En te werken, ik heb daar mijn hart ook verloren. Dus, nee, maar dat is echt een heerlijke stap. Hoe heet ze? Je zei toch, ik ben mijn hart verloren? Dan? Ja, nou, is mijn vriendin inmiddels. Ja. Laura. Is gewoon een Nederlandse naam. Deze meisje. Ja, deze meisje. Ja. Is ze blond? Nee. Zijn er vragen uit de zaal? Heb je nog een volgend doel eigenlijk met zo'n... Wil je nog een keer zo'n filmpje maken, maar dan verder weg? Of was dit leuk en dat is het? Nou, nu heb ik wel een beetje gehad met dit project. In eerste instantie dacht ik wel, nou, dan doe ik het nou eerst alleen met mijn camera. En dan doe ik de volgende keer er een GPS-tracker in, dat ik ook kan zien waar die geweest is, fysiek. En dan kun je nog andere dingen doen, maar ik ben nou zoveel tijd ermee kwijt geweest. Dat laat ik een andere mens over. Ja. Want hoop je wel dat je dit kunt blijven doen naast wat dan je werk gaat zijn, maar dat je ook, wil je dit soort lol-projecten volhouden? Nou, uiteindelijk wat mijn doel is, dat ik van die lol-projecten mijn werk kan maken. Dus. Ja. Maar er is toch best wel een markt in
niet in, per se in projecten zoals dit, maar in de marketing. Hoe vaak is je nu bekeken? 150.000. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja.